Alles wat ik nu doe, YouTube, werk, studie, alles is nu heel leuk, maar het is ook wel heel leeg. En het geloof kan ik altijd aan blijven vasthouden. Hoi, ik ben Rutger en ik ben al 2 jaar fanatiek op YouTube als freerunner. Ik wil graag uitstralen dat je ook gewoon prima YouTuber kunt zijn, hoewel je ook christelijk bent. 3 jaar geleden ben ik begonnen met de sportfreerunnen. Toen wouden vrienden van mij een video op YouTube plaatsen. Toen hadden we al best wel snel 2000 abonnees. Toen zijn we doorgegaan en sinds 2 jaar doe ik het samen met een vriend. En we hebben ondertussen 80.000 abonnees. Ik probeer God te betrekken bij alles wat ik doe eigenlijk. Ik hoop altijd bewaard te blijven voor blessures en voor andere dingen die natuurlijk altijd kunnen gebeuren. En ik merk als ik het samen met God doe dat ik dan veel sterker in het leven sta. Zover ik weet zijn er niet heel veel christelijke YouTubers. Van een paar weet ik het wel, maar die delen het eigenlijk ook niet echt. Maar ik vind het belangrijk dat het wel gewoon wordt gedeeld, want het is gewoon een onderdeel van je leven. Soms heb ik wel eens het gevoel dat ze misschien raar vinden dat je christelijk bent of dat je anders bent dan de rest. Maar als je het eenmaal erover hebt, dan merk je dat ze helemaal niet raar vinden en dat ze juist respect krijgen voor wat jij doet. Ik ben YouTuber, iemand anders doet het anders en iedereen is het gewoon evenveel waard.